We zijn in zwembad De Horst en in Musselkanaal. En ik sta op de duikplank. Nou ja, de duikplank is er nog niet. Maar er mist wel meer aan dit zwembad. Want het is hartstikke leeg. Ze zijn hartstikke hard aan het schoonmaken met alle inwoners van Musselkanaal. En we gaan even kijken wat ze hier aan het doen zijn. Geen bommetje. Goedemiddag. Stel jezelf eens even voor. Ik ben schoonmaker. Ik ben voorzitter van de stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. En natuurlijk ook inwoner. Van Musselkanaal. En wat zijn jullie hier aan het doen? Op dit moment zijn we bezig om zwemmen in gereedheid te brengen voor het nieuwe zwemseizoen. Ons eerste zwemseizoen waarbij we dus het zwembad De Horsten als Musselkanaalsters zelf exporteren. Kijk, wat organiseren jullie dan zelf? Alles. Wij krijgen het dorp van de gemeente, daar huren we, hebben we een exploitatieovereenkomst mee. En dus van voor tot achter, alle werkzaamheden doen we zelf. Kijk aan, en ik zie verschillende nationaliteiten ook. Hoe komt dat? Dat klopt. Kijk, Musselkanaal is altijd nog een multiculturele samenleving doordat we een asielzoekerscentrum hebben. Die hebben we al meer dan 25 jaar in ons dorp. En mensen die de media volgen, die weten ook dat COA het voornemen heeft om AZC te sluiten. En als het volgende weten ze ook hoe wij erover denken. Want hoe denkt u erover, even kort? Even kort kan ik zeggen van dat wij het doodzonde vinden wanneer de AZC zou verdwijnen. Het AZC, niet alleen als instituut, maar zeker ook met zijn bewoners. Die is verweven met de gemeenschap hier in Musselkanaal. Dat kun je ook zien hoe zijn waardevolle bijdrage ze dus nu hier wil leveren. Ja, ze zijn eigenlijk onmisbaar in de samenleving van Musselkanaal. Ja, ze zijn niet weg te denken eigenlijk. Wat is hier aan de hand? Je ziet het om je heen. We zijn samen met de inwoners van Musselkanaal bezig om hier het zwembad op te knappen. Ja, ik zie mensen druk aan het werken. Wat is jouw rol hierin? Nou, ik heb hier niet zo'n grote rol in. Ik heb gewoon de mensen van het AZC verzameld en we zijn hier samen naartoe gegaan om met elkaar de schouders eronder te steken. Dus een beetje als leidinggevende loop jij hier een beetje rond? Nee, ik tussen de mensen. We doen het samen. Ik ben zeker geen leidinggevende. Okay, dat is ik vind dat best wel mooi. We doen het samen, met z'n allen. Inderdaad, heel Musselkanaal komt hier vooruit. Nou ja, niet heel Musselkanaal. Maar alle inwoners uit Musselkanaal kunnen meehelpen. En ik vind dat natuurlijk een mooi project. Wat vindt u daarvan? Ja, zeker, dat is de manier waarop je met elkaar iets voor elkaar kunt krijgen. En het is ook mooi dat onze bewoners vanuit het AZC bereid zijn mee te helpen. Ik denk dat we hier met zo'n 10, 12 verschillende nationaliteiten zijn. Dus het is geweldig om te zien. En zo krijg je saamhorigheid. Dat is belangrijk. Het is een mooie zaterdag. En wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, we gaan de tuin mooi netjes maken. Alles verpoten en aanplanten. En dat is het. En schoonmaken hier. En u, meneer, wat doet u? Ja, ik help Leni mee, hè, om de zaken hier netjes te maken in het zwembad. Weer zomerklaar, zeg maar. Het zwembad was nog niet zomerklaar? Nee, er was allemaal onkruiden. En er moesten nieuwe plantjes in. En dat hebben jullie vandaag gedaan? We hebben hier alles herschikt en netjes gemaakt. En ja. Werk staat hier. En waarom doen jullie dit? Je kan ook zeggen, ik doe wat anders op mijn mooie zaterdagmiddag in de zon. Nou, gezellig bezig te zijn en proberen onze zwembad te behouden. Want er zijn problemen dat het niet wordt gehouden? Van de gemeente. De gemeente die werkt soms wel eens een beetje tegen. En daar zijn jullie het niet mee eens? Nou, de gemeente is er nog mee bezig, dus ik heb er alle vertrouwen in op een goede afloop. En het is, wat er ook al gezegd, heel belangrijk dat het zwembad gewoon blijft bestaan voor het dorp Musselkanaal. Dus we zetten ons er graag voor in. Dus eigenlijk zeggen jullie beiden, voor het sociaal contact en voor het plezier, moet het zwembad behouden worden. Ja. En andere mogelijkheden straks, wat ze nog meer organiseren willen. En hoe moet dat nu, meneer, ook? Ja, ik denk er net zo over. Het is voor de levendigheid van ons dorp ook heel belangrijk. We zijn hier in het verleden veel voorzieningen verloren. En we moeten zorgen dat de zaak nu op peil blijft en dat we bouwen aan het dorp en niet verder afbreken.